allemaal weer. Ja, we zijn er weer. Ik ben weer klaar voor een nieuwe les. Nou, de vorige les weer leuke reacties op gehad. Heel veel mensen die gespateld hebben. Leuke voorbeeldjes van gezien ook. Dus nou, dat was wel weer prima en leuk. Ik heb mezelf weer een kopje koffie in gedaan. En ik ben weer klaar voor het uurtje creatief koffie drinken met jullie. In deze les ga ik het hebben over stempelen en schablonen. Een techniek die we heel goed kunnen gebruiken in het intuïtief schilderwerk, waar ik latere lessen echt op groot doek mee ga werken. Maar het zijn allemaal techniekjes die je eigenlijk een keer gezien moet hebben om ja, zelf even mee aan de slag te gaan. En met name die stempels en schablonen maken is zo leuk, omdat je daarmee ook je eigen stijl weer kan ontwikkelen. Want als jij je eigen gemaakte schablonen gebruikt in je schilderwerk, dan is er weer een stukje van jou, hè? Dat hoort dan een beetje bij jouw stijltje. Dus dat is, ik ga een aantal dingetjes even met jullie doornemen wat je makkelijk kunt gebruiken. Wat hebben we nodig vandaag? Ik heb een snijmat, want we gaan even wat snijden. Dus doe dat niet zo op de tafel. Ik heb een snijmatje. Wat hebben we nog meer nodig? Ik heb nodig een scherp mesje. We hebben weer nodig markers om even een voorbeeldje te kunnen tekenen. Ik heb een paar wc-rolletjes. De aardappel waarvan ik gevraagd had of je die even klaar wilde leggen. De aardappel. En daarbij een scherp keukenmesje. Dan heb ik nog liggen een stukje schuimrubber waar wij iets mee kunnen doen. Dan heb ik hier een verfroller. En een stukje touw. Dan heb ik mijn lijmpistool klaar liggen. Die staat op. Ik zie al dat hij aanstaat. Hij loopt al een beetje uit. Dus die is al heet bij mij. Lijmpistool. Met eventueel nog even een reserve patroontje. Schaar. En wat ik even kan laten zien. Ik heb zo'n matje klaar liggen. Dit is een siliconen matje, maar het mag ook. Het is bedoeld om iets met hete lijm op te gaan doen. Dat kan ook op van die bakvelletjes waar je, die je in de pan wel eens gebruikt, weet je, van die anti-aanbakvelletjes. Dat zou ook kunnen als men tegen hitte kan. Dus ik gebruik even een siliconen matje, dat werkt heel goed. En had ik het de vorige keer ook al even over gehad, of je even. Oh, dit maakt natuurlijk weer veel lawaai allemaal. Waar heb ik ze nou liggen? Oh, hier. Nou, dit is even een slecht voorbeeldje, want deze heb ik al gebruikt. Maar dit is zo'n lamineervel waarmee je papier kunt lamineren. En die heb ik al eventjes door de lamineermachine heen gehaald. Dus deze is al dubbel. Nou, dat was een beetje, denk ik, in grote lijnen. Ja, en verf en kwasten. Dus dat is een beetje. Een stukje tape heb ik ook nog nodig. Nou, dat is, denk ik, een beetje in grote lijnen wat we er nodig hebben. Want wat gaan we doen? Kijk, je kunt het natuurlijk jezelf heel gemakkelijk maken en kant-en-klare patronen kopen. Die kun je eigenlijk bij iedere grote hobbyzaak die wel krijgen. Dat zijn kant-en-klare gestanste patroontjes die je dus kunt gebruiken voor spuitwerk. Of met een sponsje. En ik gebruik ze in mijn schilderwerk heel veel en vaak. Maar we gaan vandaag eens even eentje zelf maken. Want het is helemaal niet zo moeilijk om het zelf te doen. Het is eigenlijk best wel vrij gemakkelijk. Daarvoor heb je dus inderdaad nodig. Oh, hier is mijn goede velletje. Die was ik al even kwijt. Kijk. Dit is zo'n lamineervel. Die zijn normaal gesproken dubbel. En dan doe je de papier tussen. En dan doe je door het lamineerapparaat. In dit geval heb ik hem dus leeg door het lamineerapparaat gedaan. Je zou ook hem doormidden kunnen scheuren. En die twee enkele velletjes, dat je daar één velletje van gebruikt. Dat zou ook kunnen. Maar ik vind het wat steviger. Dit is wat steviger. En dan kun je het gewoon ook vaker gebruiken als je het een beetje dat steviger hebt. Dus dit is een dubbel velletje. Wat gaan we daarmee doen? Dan gaan we even een patroontje optekenen.
een patroontje op tekenen, zodat je dat kan uitsnijden en dat je dat weer kan gebruiken in je werk. Dus in dit geval doe ik even een paar grote vlakken. Even uit de losse pols. Even laten zien. Even kijken of je. Nou ja, dat valt natuurlijk moeilijk te zien, maar dat kan wel. Dan moet ik er even iets wits achter doen. Kijk. Zo zien jullie even wat ik ongeveer getekend heb. En die snij je uit. Dat moet je echt voorzichtig doen. Dus als de kindertjes meekijken. Dit is eigenlijk iets waar je heel snel je vingers mee insnijdt. Dus beter even door een papa of mama laten doen. Nou heb ik best wel hele scherpe mesjes. En daarmee volg ik eventjes het patroon. En het komt dus niet zo super nauwkeurig. Hè? Je kunt gewoon eventjes, als je er een beetje naast zit, is dat echt geen drama. Of je moet super strakke patroontjes gemaakt hebben. Maar als het niet zo super strak is, dan... Als je er een beetje naast zit, is het geen drama. Nou, dan heb ik er dus al een stukje uit. Nou, zo ga je dat dus allemaal even uitsnijden. Dat heb ik natuurlijk al even gedaan. Hè? Want als je dit niet allemaal van tevoren doet, ben je daar veel te lang mee bezig. Dus, oh ja, hier. Dit is het patroontje wat ik al even gemaakt had. Kijk. En deze heb ik dus allemaal al uitgesneden. Dan leggen we die even aan de kant. Want ik ga, om te laten zien hoe je dit gebruikt, ga ik even, eerst even een ander techniekje doen. En dat is het techniekje met de roller. Ik heb even een lusje aan het touwtje gemaakt. Zo'n lusje die je dan even open en dicht kan maken. Zo. Die schuif ik om de roller heen. Die trek je even goed aan. En dan doe je die even zo om je roller. Dat die goed aantrekt. En als laatste maak je daar even weer een knoopje in. Het moet dus zo strak aangespannen zijn, dat je ziet dat er een bubbeltje ontstaat. Nou, dan maak je het knoopje erin dat het zo strak blijft staan, dat het mooi gespannen erin zit. En dan knip je hem even af. En dan ziet het er dus zo uit. Kun je echt iets leuks mee doen. Hier ga ik eventjes een paar kleurtjes verf op doen. Kies even voor een aqua blauwe en een mintgroene. En even een knalgele. Even kijken wat ik hier thank you.
ga ik even met de kwast een beetje uitstrijken. En dan gaan we daar het rolletje doorheen halen. Dit ziet er dan zo uit. En dan denk je van, nou, wat moet dit worden? Nou, ik heb even een schilderij achter me. Daar was ik al eens een keer mee begonnen. Nooit helemaal goed afgemaakt. Ik was nog steeds niet helemaal naar mijn zin. Dus hier bedoel ik even op voort. Dus ik heb even wat gedeeltes die ik minder leuk vond, even met gesso afgestreken, dat hij weer een beetje egaal wordt. Hij is niet helemaal super gedekt, maar dat maakt in dit geval ook niet zoveel uit. Maar dan hecht deze verf even weer iets beter. En ik laat dus even zien hoe het dan gaat. En je ziet dus, als ik alleen die rollen erover halen, dat hier een patroontje ontstaat. Dan zie je al een beetje wat het effect wordt. Dat je dus een heel grappig patroontje krijgt door dit te gaan gebruiken. Je kunt, als je dit uitspoelt, ook het rolletje nog langer bewaren. Dat kan. Dan ga ik even door naar het volgende techniekje. Techniekje met de aardappel. Ik heb die aardappel al even doormidden gesneden. Hier heb ik nog niks mee gedaan, hier heb ik al iets uitgesneden. In dit geval heb ik een beetje een soort blaadje ervan gemaakt. En hier ga ik even heel simpel een wiebertje uitsnijden. Ik heb de bovenkant al even met een tissueetje afgedept, dus hij is al niet meer zo nat. En dan kun je met een marker tekenen en dan kun je dus al eventjes. Je kunt het ook gewoon helemaal zonder tekeningetje doen en dat kan. En dan snij je de contouren van de een klein stukje in. Dus ongeveer, ik denk, een halve centimeter, dat is genoeg. En dan snij je dus, ik heb dus nu die vier lijnen ingesneden. En dan snij je een halve centimeter ongeveer er vanaf. Snij je de restjes aardappel weg. En zo hebben we dus een wieper. Nou, die kun je eventjes ook weer een beetje droog deppen. En zo heb ik dus uit één aardappel kun je dus twee patroontjes halen. Gaan we straks even laten zien hoe dat gaat. Dat was de techniek met de aardappel. Dan heb ik
ik hier een stukje schuimrubber. Dat schuimrubber ga ik ook een patroontje op tekenen. Dat kun je ook met een marker doen. En in dit geval ga ik gewoon een ovale, alsof het een soort steentje is, ga ik er een ovale op tekenen. Ook gewoon uit de losse pols. Ik heb dit eruit getekend. Dat knip ik even af. In die ovale vorm langs de lijn die je getrokken hebt. En dan knip ik die scherpe kantjes, die knip ik zo schuin af. Dan zie je eigenlijk de zwarte lijn heb ik dan eigenlijk helemaal weggeknipt. Zodat hij een beetje half rond wordt aan de buitenkant. Ik weet niet of jullie dit goed kunnen zien. Even zo laten zien. Dus hier is het een beetje afgerond. Daar heb ik er al even een paar van gemaakt. Dus ik heb nu 3 steentjes, zeg maar, als het ware. Die ga ik laten zien hoe dat straks ook uitpakt als je dat straks in je werk gaat gebruiken. Dan gaan we even naar het techniekje met de hete luchtgun of de hete lijmgun. Daarvoor moet ik even mijn matje hebben. Mijn matje klaar. En dan ga ik met de hete luchtpistool gewoon een patroontje maken. Dit mag je gewoon uit je hoofd doen. Je kunt ook eventjes voor je gevoel even iets tekenen. Dat je een beetje gevoel hebt wat voor patroontje je ongeveer wil gaan doen. Of je kunt gewoon uit je losse pols doen. Dat is intuïtief, hè? Dat is misschien nog even leuk. Nou, hij is al goed heet. En ik spuit dus uit de losse pols. Ik ga een patroontje doen met meerdere bolletjes. En ik laat dus iedere keer die stukjes lijm weer op elkaar aansluiten. Dat heeft een reden. Want als je dat op elkaar aan laat sluiten, wordt je patroontje wat steviger. Als je te grote rondjes maakt, dan wordt het een beetje te slap. Dus dan moet je eigenlijk weer een verbindingslijntje ertussenin maken. Dus maak niet te grote vlakken. Deze rondjes zijn ongeveer, als een pingpongballetje ongeveer zo groot. Dus ik leg hem even weer weg. Ik zal het even omhoog houden. Dan kunnen jullie een beetje het patroon zien zoals dit. Dit laten we even afkoelen. Dat duurt eventjes een minuutje of, het zal het zijn, 5 minuutjes of zo. Maar dit moet even helemaal hard worden.
ik leg het even opzij. En dan pak ik even het wc-rolletje. En daarmee gaan we ook het patroontje maken op het rolletje. Ook met de hete luchtgun. Ja, dat mag vrij dik zijn. Het is wel handig als je wat dikker patroontje doet. Je moet uitkijken dat je de hete lijm niet aanraakt, want dan brand je je vingers. Je moet echt zorgen dat het er behoorlijk dik op komt. Dit maak je dus even helemaal vol. Ik heb dus iedere keer een slingerlijntje en een strak lijntje gedaan. En dat moet natuurlijk ook even weer drogen. Dan wil ik jullie nog even wat laten zien. Wat mochten er nog dames zijn of heren zijn die zich vervelen. Ik heb nog een geweldige tip voor een boekenserie. Ik ben er zelf mee in begonnen in december, denk ik zo'n beetje. En ik heb deel 3 nu bijna uit. Dit is de 7 zussenreeks van Lucinda Riley. En ik ben helemaal al fan. Het zijn hartstikke dikke boeken. Er zijn er nu 6 van uit. Dus ik heb mij in de afgelopen maanden qua lezen niet verveeld. Hartstikke leuke serie. Het gaat over 7 zusters. En iedere zus krijgt een eigen levensverhaal. En je krijgt in ieder gedeelte van de wereld speelt zich weer een verhaal af. Superleuk. Dus mocht je vervelen, leuke tip. En gewoon op marktplaats te vinden ook. Hè? Dus je hoeft niet eens per se nieuw te kopen of lenen. Door. Ik geef ze altijd ook weer gewoon door. Dus leuke tip, denk ik. Nou, dan gaan we even terug naar het matje. Even voelen of het droog is. Ja, die is droog. Nou, als je dit op een goed matje gedaan hebt, dan kun je hem er dus vanaf pellen. Kijk, hij komt nu al los. Even met beleid. Kijk. Hier hebben we dus een fantastisch patroontje aan, hè? Dat zien jullie wel. En de ene kant is dus super plat, hè? Dat heeft op het matje gezeten. En de andere kant is een beetje boller. Wat je ook kan zien, is dat er hier en daar nog van die fijne lijntjes van de lijm tussen zitten. Die trek je er even tussenuit. Dat is even een geduldwerkje. Wij gaan het gebruiken voor spuitwerk en anders zie je al die fijne lijntjes blijven dus zien. Dus ik haal eventjes die losse stukjes ertussen uit. Je zou het ook met een mesje weg kunnen snijden, dat kan ook. Maar dat kost weer iets meer tijd, dus dit gaat even wat sneller. Nou, ik heb eigenlijk alle frummeltjes er al even tussenuit. En ik had er nog even eentje gemaakt om even te laten zien wat je er allemaal mee kan. Dit is gewoon ook eventjes uit de losse pols gewoon gemaakt.
En daar zie je dus aan dat je kijk, als je meerdere connecties maakt, dan wordt hij wat steviger. Kijk, dit is natuurlijk heel slap. En dit is wat steviger, omdat de connecties gemaakt zijn met de lijn. Dan gaan we even kijken of mijn werk hierachter al een beetje droog is. Nog niet helemaal. Dus ik ga even kijken of ik nog een ander dingetje met jullie kan doen. Even kijken op mijn draaiboekje. Bubbeltjesfolie kun je ook nog hebben in les 1, nee, les 2 geloof ik met jullie gedaan. Dus je zou nog een stukje bubbeltjesplastic kunnen doen. Vrij simpel. Een stukje kippengaas heb ik nog liggen. Daar kun je dus ook een patroontje mee maken. Dus je kunt ook gewoon gebruik maken van dingen die al van nature een patroontje hebben. Zonder dat je daar heel ingewikkeld over doet. Dus dat was dat. Even kijken weer op mijn draaiboek. Oh ja, lege kartonnen bordjes. Ja, dat kan ook nog. Ik had er even eentje, niet één bij de hand nu. Maar je hebt van die wegwerpbordjes van karton. Er zit zo'n heel klein plastic laagje op. Je moet geen echte plastic bordjes nemen. Als je hele plastic bordjes neemt, dat snijdt niet plezierig. Maar als je die kartonnen bordjes met zo'n klein lamineerlaagje erop neemt, daar kun je dus ook hartstikke goed patroontjes uit snijden. Daar teken je gewoon even met je marker een patroontje op, dat snij je eruit en dat kun je ook hartstikke goed gebruiken om iets mee te spuiten. Dus ik heb het even niet bij de hand, maar het werkt echt goed. Even kijken, dan had ik de wc-rolletjes gehad, de verfrollen gehad. Ik kijk even op mijn draaiboek, hè, want het is echt goed gedaan dit. Mijn schuimribbeltje heb ik gehad. Foammateriaal. Ja, ik had nu ook even geen foammateriaal bij de hand. Maar je zou met foammateriaal, als je van een beetje van dat foamachtige spul hebt, waar je ook wel van die yogamatjes en zo van hebt, daar kun je dus ook hartstikke goed stempeltjes van maken. Ook daar met de marker gewoon even met de marker een patroontje op maken, een bloemen of weet ik veel wat. En dat werkt ook super als stempelmateriaal. Dus wees creatief, hè? Want je komt vanzelf op allerlei ideeën. Dat je dus heel veel dingen kan gebruiken. Want die wc-rolletjes bijvoorbeeld. Ik heb er nu even wat opgespoten, hè, met die lijn. Maar je kunt ook gewoon dit gebruiken als patroontje. Dus in de verf doken en zo erop. En dan krijg je dus allemaal rondjes. Dus de bovenkant van je roller is eigenlijk ook een hartstikke mooi stempeltje. Dus een heel mooi rondje. En als je die dan ook nog eens een beetje ronddraait en meerdere kleuren verf op doet, geeft dat een superleuk effect. Ik gebruik daar zelf ook wel deze kleine rolletjes. Kijk, hier is een goed voorbeeld van. Die kleine rolletjes kun je er ook goed voor gebruiken. Dus ik doe daar meerdere kleuren verf op en dan draai ik dat. Ik heb hier wel een aantal liggen. Kijk, ook met dat gaatje erin. Dan krijg je dus een gaatje in het midden. Dat kan dus ook, hè. Nou, dan ga ik even wat hopen dat het nu een beetje aangedroogd is. Ja. Dan ga ik even wat laten zien hoe die patroontjes die we nu gemaakt hebben en die stempels, wat je daar dus mee kunt. Dan begin ik even met deze. Zit ik goed in beeld? Ja. Nou is het denk ik nog te nat. Dit is nog te nat om met tape te doen. Maar eigenlijk zou ik hem met een stukje tape, dan zou ik het even bovenin kunnen doen. Dat kan natuurlijk wel. Om ervoor te zorgen dat je vingers schoon blijven als je met een stukje tape het even vastzet. Te zien? Ja. Nou heb ik mijn bussel al even goed geschud. Die moet je altijd goed schudden. En ik moet altijd even een teststrookje spuiten, dus ik moet even een stukje papier. Ja, soms zijn de doppen al een beetje niet goed meer. Even een ander dopje.
toevallig een bus die het niet doet. Hè. Dat gebeurt natuurlijk ook gewoon. Het is allemaal live, hè, mensen. Het is allemaal live. Even een andere kleurbus. Dezelfde bus, nee toch? Ja, verstopte dopjes mensen, dat is echt wat een ellende. De spuitbus is niet altijd even makkelijk. Nee, dat is gewoon een bus die al niet fijner is ook. Nou, dan heb ik hier die donkere nog staan. Ja, deze is iets goed. Kijk, dat geeft toch al een spectaculair effect. En die kun je hergebruiken, mensen. Deze laat je gewoon drogen, maar die kun je keer op keer opnieuw gebruiken. Dus dit zijn echt wel duurzame dingetjes waar je echt lang plezier van hebt. En op zich, je bussen, daar is nog wel een gebruiksaanwijzing voor. Je moet ze altijd op de kop leeg spuiten. Want als je dat niet doet, zie je wat er gebeurt, dan is er weer een probleem. Dan heb ik een workshop gehad met meerdere mensen. Dan heeft iemand vergeten de bus leeg te spuiten. Dan is of de spuit verstopt, het kopje, of de bus zelf. Dat kan ook nog. Dan heb je dus wel echt pech. Maar je spuit ze dus altijd op de kop leeg. En dan bewaar je de doppen, die doe je gelijk in warm water. Ik laat nog even dat andere patroontje zien die ik gemaakt had, deze. Dan ga ik dus nu even de bus leeg spuiten, want anders heb ik het probleem met de volgende dingen dus weer. Dus je spuit hem leeg op de kop. Nou, dan geeft hij niks meer. Dit moet je ook eigenlijk altijd doen met mondkapjes op. Waar het niet dat er nu een vleestekort aan is. Hè? Dus ventileer je ruimte waar je in zit. En normaal gesproken moet je een mondkapje op. En de spuit trek je eraf en die gooi je gelijk in water. Dan gaan we de stempeltjes nog even doen. Ik ga even stempelen met een donkere kleur, zodat jullie het effect hebben goed kunnen zien. Nou, wat je kan doen is de aardappel in verf, een beetje een laagje verf erop. Je kunt het ook in de verf dopen, hè? Dat is maar net wat je zelf plezierig vindt. Met de kwast heb je iets meer controle op dat het een beetje gelijkmatig verdeeld wordt. Nou, dan zie je al dat daar een
leuk patroontje dan ontstaat. Dus de aardappel, dat werkt. Even laten zien wat er gebeurt als je dat met het schuimrubbertje. Dan neem je dus die afgeronde kant. Which rebels. Nou, een beetje afhankelijk van hoe hard je hem aandrukt. Wat voor soort effect je wil hebben. Wil je hem lichter? Wil je hem donkerder? Dus dat geeft ook al een leuk effect. En dan laat ik nog even het patroon zien wat we hebben gemaakt met deze. Ik ga toch nog even kijken of ik nog een andere kleur spuit aan de gang krijg. Even een beetje lawaai maken. Even een goed spuitmondje. Even kijken. Altijd eerst even testen wat er gebeurt. Ja, die is gelukkig heel goed. Ik zet hem even weer vast met een klein stukje tape. Dan spuit ik hem even vanaf een afstandje. En dan kun je hem gelijk aftrekken. Nou, dan zie je toch ook dat het een spektakel wordt. Zo zie je dus al. Het was niet mijn intentie om een schilderij af te maken hiermee nu op dit moment. Maar het is meer bedoeld om te laten zien dat je dus met zelfgemaakte patronen hartstikke leuke dingen kan doen. Dus tot zover even denk ik mijn les over schablonen en stempels. Ik hoop dat jullie er iets van geleerd hebben weer. En de volgende les, of lessen kan ik wel zeggen, de volgende lessen ga ik echt intuïtief schilderen op groot doek. Ik neem jullie ook even mee in het proces hoe ik dat doe. En hoe je dus kunt leren om heel vrij te schilderen. Dus zonder plan, waarin we al dit soort technieken die we nu gedaan hebben allemaal even meenemen. Dus we gaan deze technieken, ja, ik gebruik niet in ieder schilderij altijd alle technieken, maar meestal kies ik er een paar uit. Maar dat is maar net wat er in je opkomt, hè? Wat je gevoel je ingeeft. Maar ik ga jullie dus meenemen in het proces van hoe gaat dat dan als je intuïtief gaat schilderen. Ik ga gewoon echt met een groot doek en het kan best wel zijn dat ik daar misschien 2 of 3 of misschien wel 4 lessen over doe. Dus dan hak ik dat even in stukjes en dan ga ik iedere keer weer een nieuwe laag met jullie doen. Dus dat is het plan voor de aankomende lessen. Dus echt intuïtief schilderen. Een stukje uitleg over het proces, hoe dat werkt.
hoe ik daarmee omga en welke technieken ik daar weer bij gebruik. Om ervoor te zorgen dat je echt vrij blijft in wat je doet. Dat je niet te veel in je hoofd gaat zitten. Nou, daar heb ik dus allerlei techniekjes voor in huis. Die wil ik jullie graag laten zien. In de hoop dat jullie dus echt leren om een heel vrij geschilderd iets te maken. Wat je een goed gevoel geeft. Waar je echt blij van wordt. Want vaak is het zo, als je een schilderij tekent met een vast plan en het lukt soms niet helemaal, hè, dat kan. Ja, dan voelt het al niet meer zo lekker. Hè. Eigenlijk is de bedoeling dat je in een soort flow komt en dat je ja, dat in zo'n proces, en dat kan inderdaad meerdere lessen zijn, dat het uiteindelijk een steeds veranderend iets is. En uiteindelijk moet het eindresultaat zo zijn dat je er blij van wordt. Dus hiermee sluit ik even weer af. En nou, wens ik jullie weer een fijne middag, avond. En ik zie jullie graag weer de volgende keer.